Wanneer ben je vertrokken? Wanneer zijn jullie vertrokken? Acht over negen. Acht over negen? Ja. Heel goed. Hij evolueert eerder. Hij evolueert eerder. Ja. En toch op tijd hier? Ja, dat toch. Maar we hebben ongeveer bij elkaar een uur geweest. Jullie met z'n viertjes? Ja. Kom er weer aan. Ja. Ja? Oh. Dat is altijd goed uitgezet. Prima. Mooi, hoor. Ja, ik zal het doorgeven. Ja, echt wel. Het is jammer van het weer, maar goed. Het is goed weer. Hè? Het is wel veel lijn. Mooi kop. Mooi kop. Ja, neem je rijden door. Leutjes. Hallo, hè? Hallo. Pietje. Maar niet alleen de wielrenners en kilometervreters kwamen op 26 mei aan hun trekken. Ook de belangstelling voor de familiepuzzeltocht was groot. Meer dan 250 fietsers kozen dan ook voor deze 20 of 40 kilometer door de bosrijke en landelijke omgeving. Van jong tot oud, klein, groot en allemaal echt sportief, laag op het gezicht. Ze vinden het allemaal hartstikke leuk. Ja. Maar welke afstand men ook had gekozen, de aankomst was voor iedere fietser iets bijzonders. Het gezellige Wilhelminaplein stond bol van muziek en activiteiten. Stuk vanaf Walden niet meer. Dan had ik wind tegen. Had je wind tegen? Ja. En dan was je even doorzetten. Dat was niet echt eens doorzetten. Maar nou ben je blij dat je er bent. Ik ben blij dat ik er ben, ja. Nou, we zijn achtergebroken. We gaan lachen, we laten even kijken. We hebben bijna moeten rijden. Hoeveel kilometer? 5 kilometer. Laten we 5 kilometer. Oh, kijk dat toch weer kapot zijn. We geven alles toe vandaag. Ja, jongen. Ja. En een echte valpartij gehad, hè. Dat is wel echt. Net echt. Ontzettend moe. Ontzettend moe. En kramp en al en van alles. Mooie taart, goed uitgepeild en alles. Goed. Ja. Heb je het verkeerd gereden? Nee. Prima, precies. Dus wat jij weer mee?
Voor herhaling vatbaar. Ja. Laatste stukje moet tegen, ja. Ja? Ja. Hoe oud ben je? Ja, 3,6 bijna. 3,6? Nou, dat is niet mis. Ja, dat is meer dan zat, hè? Meer dan zat. Ja, ja. Vind je niet? En volgend jaar doe je mee, denk je? Misschien wel, als het uitkomt, hè? Als het uitkomt, hè? Als het weer op zomer is. Ja, ja. Ja. Het was geweldig georganiseerd. Het is prima. Het was schitterend. Maar ik hoop niet dat jullie me even te lang ophouden, want ik heb mijn jas laten liggen in Gaam. En die moet ik nu even op gaan halen. Dus ik wil me even excuseren. Ja, okay. Ja? Succes, hè? Op wie wacht u? Op onze zoon. En zij wacht op haar zoon. Onze zoon. Ja. En wat rijden die? De mijne rijdt 100, ons ook 100 kilometer. Aha. En is het zo dat de ene een skillshirt aan heeft? Ja, en die heeft een skill. Ja, de onze. Waar is de andere aan? De mijne is roze met geel. Ja? Ja. Nou, dan heb ik een verrassing voor u. Ze hebben 150 kilometer gereden. 150? Nee, toch? Ja, verkeerd gereden. Nee. Waarom? Ja, omdat ze een verkeerde afzak hebben. Ja, ja. Zie je, daar zijn we al, hè? Ja, daar zijn we al. Maar ze maken het uit steen, hoor. Tot in de kleine uurtjes ging het feest door, waarbij andermaal duidelijk werd dat wielrennen en gezelligheid zich zeer goed laten combineren. Wauw, dit is al dezelfde. De ronde van het Eindhovens Dagblad, nu al een traditie.